Coach bij Spaanhoven, 2-2 hier op Kelmis, maar er had veel meer in gezeten eigenlijk. Ja, dus achteraf is dat een ontgoocheling uiteraard. Hè. Je begint natuurlijk weer met een achterstand. En die achterstand, die sleep je mee. Hè. En je ziet, je probeert heel de week het vertrouwen op te krikken bij de jongens, omdat je nog weet dat er heel veel druk in dat elftal zit. Met een kritische achterban, maar dat mag. Je mag dat verwachten van deze spelers. Maar dan kom je na 2 minuten weer achter. Ik denk dat dat de 8e keer is dat we dat iets zo meemaken. En dan moet je op een kunstgrasveld waar je niet gewend hebt om te voetballen. En je zegt dat een aantal spelers er toch wel wat problemen mee hadden. Want dit is een echte wedstrijdssituatie, dat is geen trainingssituatie. Ondanks het feit dat we toch regelmatig erop trainen. En dan moet je terugkomen. Hè. En eerst en half hebben we wel een aantal mogelijkheden gehad. Want Kelmis is niet meer dan het doel geweest. Hè. Buiten dat doelpunt. Maar dat doelpunt dat valt toch ongelooflijk dom weer in het zin te geloven. En dan kan je er kwaad in maken. Hè. Je moet oplossingen zoeken. Hè. En denk ik dat we toch een goede oplossing hebben gevonden onder de rust. Met offensief Jimmy op de linksback te brengen. En daar een daal binnen te brengen. En dat heeft geresulteerd in een voorsprong. En dan denk je, ja, nu gaan we dat uitbouwen. Hè. En je hoopt dat derde doelpunt valt, dan weet je eigenlijk gerust. Hè. Maar zolang dat niet is, ja, dan blijf je eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, met die druk zitten. Hè, waar je voelt dat, je ziet dat ook. Hè. Dat ene foutje dat kan gemaakt worden, die wordt dan ook gemaakt. En er werd te veel ruimte gegeven, omdat je aarzelt. Hè. De helft van de ploeg gaat druk zitten en de helft van de ploeg die blijft dengen. Tom Pietermaat, 2-2 hier op Kelmis, na een felle wedstrijd. Ja, we komen heel snel 1-0 achter, op achtervolgen aangewezen direct. Ik denk de eerste 20, 25 minuten is het wel winnen voor ons aan het snelle spel op het gras en de bal die wat doorschuift. Ik denk aan het einde toe van de eerste helft dat we ons vrij goed herpakken. Een paar kansen, Kevin, Bjorn met dat schot als hem naar binnen komt, Hernan dat daar doorloopt. En de tweede helft beginnen we gewoon met de intentie van we gaan erop en erover. En dat hebben we duidelijk gemaakt van in het begin van de tweede helft. En we hebben die tweede helft eigenlijk volledig onder controle tot een heet standje voor het doel daar. En totdat die vrije trap 5 minuten voor tijd binnen gaat. Darren Daal, je valt in en meteen dat doelpunt. Ja, maar ja, je koopt er niks voor als je gelijk speelt hier. Hè. Dus, ja. Het heeft er nogthans lang heel goed uitgezien en die 1-2 had dik verdiend geweest. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik denk dat je vandaag geen punten moest laten liggen tegen deze ploeg. Ik denk dat ze weinig tot niks hebben gecreëerd. Misschien 1 of 2 kansen, maar voor de rest denk ik dat wij de baas waren vandaag. Maar ja, het levert je 1 puntje op maar, helaas. Ja goed, en dan loop je op die 2-2, die vrije trap, mag die binnen, mag die wel binnen, mag die niet binnen. Dat is natuurlijk sneu. Hè. Maar je kan toch niet zeggen dat hier geen meters zijn gemaakt hè, door de spelers, dat kan je toch niet zeggen. Hè. Je kan toch niet zeggen dat hier geen goedwil is door de spelers, dat kan je toch niet zeggen. Alleen zit hij nu op deze moment in een spiraal en ik hoor dat Oosterzone verliest in Boom, die zullen dat wel in dezelfde spiraal zitten zeker. Dat je als leider of als leiders en dan zeker met verwachtingspatroon van Beerschot Wildijk, dat je elke wedstrijd moet trachten te winnen. We hebben dat vandaag ook gedaan. We hebben die wedstrijd trachten te winnen, maar we zijn niet gewonnen. En dan moet je ontgoocheld zijn over het resultaat. Je moet ontgoocheld zijn dat je de vele supporters die zijn meegereisd naar een zeer ver, de verste verplaatsing, denk ik, niet kunt geven wat zij verdienen. Maar je moet voort en je moet naar de volgende week. En volgende week wacht Wallin, dat is weer een zeer stevige tegenstrever. En laat het dan op verplaatsing iets minder lukken op dit moment. Thuis hebben we al een heel mooie palmaris. En als ik het goed begrepen heb, staan we nog altijd eerst. Hè. En dan vraag ik mijn eigen af, wij moeten van match naar match werken. En wij hebben die wedstrijd, ondanks de vroege achterstand, proberen te winnen. Is niet gelukt. En nogthans, we hebben kansen genoeg gehad, denk ik. Ook al de eerste helft hebben we kansen genoeg gehad. Volgende week, hè. Terug opnieuw en terug voor die 3 punten. En het zal zo zijn dat we tot ons totaalplaatje moeten komen. Zo, niet anders. Jij hebt een heel degelijke wedstrijd gespeeld achteraan. Dat is niet jouw gewone plaats. Nee, het is besproken geweest voorbije week. Het was wat minder op middenveld. Ik ben nog wel op zoek naar een betere vorm. Ik heb rechtsbak bij Racing Mechelen gespeeld, dus het is voor mij geen volledig nieuwe positie. Maar het is voor de eerste keer in 3 jaar tijd, dus het is even zoeken. Ik vind het vooral spijtig dat we die 1-2, waar we eigenlijk dik verdiend mee zouden vertrekken, dat we die weggeven op het einde. Want 2-2 is heel zuur. Niet alleen voor ons om terug te gaan, maar voor alle supporters die dat ik trouwens chapeau moet wensen. Niet alleen omdat ze van zo ver gekomen zijn, omdat ze zo ver gereden hebben, maar vooral
de manier waarop dat ze ons gesteund hebben, zelfs met 1-0 achter vandaag. Ik heb niks negatief gehoord. Blijven steunen. En we gingen hier bijna weg met 3 punten. Ermee dat puntenverlies heel zuur is. Laatste vraagje. Jullie trainen zelf regelmatig op kunstgras. Toch liever gewoon gras voor jou? Ja, ik vind gewoon gras is eigen aan het voetbal. Ik vind dat ze dat niet mogen afpakken door overal kunstgras te leggen. Ene keer kan is geen kwaad, maar het moet niet te veel voorkomen ook niet. Oké, tot volgende week. Salut. Je mist daar ook nog een fantastische kans met het hoofd. Ja, die was iets te hoog. Ik probeerde nog naar beneden te koppen, maar ja, ik kon hem niet goed naar beneden krijgen. Ja. Alles bij elkaar, ja, een beetje teleurgesteld, maar toch blij met je invalbeurt? Nee, hier koop je niks voor. Ja, serieus, dan kan ik liever nog zo slecht spelen, niet scoren en dan maar gewoon winnen. Want vandaag moesten we echt gewoon winnen. Ja. Oké, volgende week weer succes. Ja, dankjewel. Hè. Laatste vraag, Ben Santermans, hoe ernstig? Ja, ook dat. Hè. Je zegt, die is op de tweede minuut al en dan kort erna ja, moet je naar een vervanging. We zijn mee al een vervanging kwijt uiteraard. Wesley heeft dat goed gedaan. Hè. Dus, Wesley is een centrale verdediger. Wesley kan alle spelen trouwens. Dus wat dat betreft was dat verlies is dat heel goed opgevangen. Maar dat is natuurlijk niet leuk dat je al een elftal moet sleutelen. Maar het resultaat is het belangrijkste en het resultaat hebben we vandaag niet afdoend gehaald. Eenmaal ontgoocheld zijn? Nee, want ik vond dat er bij momenten goed werd gevoetbald. Ontgoocheld over het resultaat? Ja, zeker, absoluut.